ik ben Renalde. Ik ben imker bij de Heidebloem in Haaksbergen. En wij zijn hier vandaag samen met heel veel vrijwilligers om de heemtuin van de IVN in samenwerking met de Heidebloem op te knappen. En wat moet er zoal opgeknapt worden vandaag? Nou, we zijn bezig met, kunt u daar ook zien, de dakgoot van de bijenstal. Met de jeugd zijn we een bijenhotel aan het opknappen, zodat ook de wilde bijtjes een plekje kunnen vinden. Allemaal schuurtjes die verzakt zijn, stenen die verzakt zijn. Allemaal klussen waar we eigenlijk normaal niet aan toekomen. En dat doen we met elkaar in harmonie. En dat is gewoon een hartstikke leuke, gezellige dag. En natuurlijk ook allemaal bijenklussen. Hè. We maken de bijenstal schoon. We bereiden ons voor op het nieuwe seizoen wat gaat komen vanaf maart, april. Okay, dan gaat de koningin weer eitjes leggen. Ja, dan gaat het bijenseizoen weer beginnen voor ons. Dus dan willen we eigenlijk paraat. Ik ben Trun Kleinsman. Ik ben 14 jaar oud. En ik help hier vandaag bij NL Doet. 14 jaar en dan al zorg om NL Doet. Ja. Is dit de eerste keer dat je meedoet? Ja, volgens mij wel. Tenminste wel met NL Doet. En hoe komt het zo dat je hier aan het werk bent? Ja, omdat ik hier ook de imkeropleiding volg. Om imker te worden. En Perron, wat doe jij hier in het bijenbos? Nou, ik kom helpen voor zagen en voor de bijenvilla. Dat is wel heel stoer, hè, met zo'n groot apparaat in je handen. Ja. Wat moet je doen? Nou, ik zaag de takken. Ja, en die zijn voor? Voor de bijenvilla. Voor het bijenhotel. Vandaag is het een hele bijzondere dag. Weet jij welke dag? Niet helemaal. Want er zijn heel veel vrijwilligers aan het werk vandaag in heel Nederland, ja. Hè? Dat noemen ze NL Doet. Maar ik vind het wel heel leuk dat jij al zo jong bent en dan al meedoet op zo'n dag. Ja. Wat vind je er zelf van? Nou, ik vind het ook wel leuk. Laat eens kijken wat je doet. Dan film ik jou even. Ja. Ja, je kreeg vanmorgen kon je weer kiezen waar je wil helpen. En ik dacht, mij lijkt dit wel leuk om hier te helpen met straten. Ja, want dit stukje grond ligt te laag en dat ga je wat ophogen, hè? Ja. Naast jou zijn ze allemaal druk aan het werk en ik hou jou even van het werk, hè? Ja. Hoe ver lopen die bandjes? Ik denk dat aan het. Je hebt ook iets meegenomen van bijen, hè, naast je? Ja, dat is mijn bijenpak. Ja, ik wilde naar de bijenstal toe om te kijken hoe het natuurlijk met de bijen is, of ze vliegen. Maar ze zijn nu met de dakgoten bezig. Maar dit is mijn bijenpak die ik altijd aan heb als ik de kasten inga. Om een stukje te beschermen.